Ons Franse roadtrip begint in een charmant noordelijk huis dat een fascinerende tijdscapsule blijkt te zijn. Het huis, achtergelaten nadat het liefdevolle koppel dat er ooit woonde op een respectabele leeftijd overleed, onthult een betoverende reis door de tijd. Sinds 2010 is het pand verlaten en teruggegeven aan de natuur, maar het blijft een eerbetoon aan de liefde die hier ooit bloeide. Nou, dan gaan we op naar de locatie. Yo beste kijkers, welkom bij alweer een nieuwe avontuur van Lost Buildings. En we zijn vandaag in Frankrijk. Ja, yes, we gaan vandaan naar een verlaten huis en dat staat achter ons. En we gaan allemaal kijken wat er allemaal in staat. So let's go. Helemaal begroeid. Heb je je zaklantaarn bij je, Sjeerd? Ja, die zit achter in mijn dak. Oké. Oké, wat is hier nog licht genoeg? Ja. Nou, wat is het nog steeds? Langs de autoweg, zoals je kunt zien. We komen hier bij de keuken. Wauw, alles staat er nog in. Ja, dit is de keuken. Alles oud is vies. Hier, alles staat er nog in. Wauw. Het is echt een super locatie. Met oud servies. De klok is gestopt om 2:40. Foto's, ik weet niet of dat een bewoner is. Met andere vertrekken. Ik kan mijn servies op de grond staan. Nana Muscoli. Heel mooi. De servies wat op de grond ligt. Staat, sorry. Deze mevrouw of meneer had duidelijk iets met muziek. Er staat nog eten op werk.
Backbottom met eten. Kelder? Ja. Ja, nou, dat gaat niet heel ver. Oh. WC. En dan gaan we nu richting... Vier slaapkamers. Ja, mooi bed, mooi hout aan ledikant. Oh, koud, het onderspoelen. Hè? Super oude tv. Hadden wij vroeger ook. Echt van die dikke beeldschermen. Een oud bed met mooie spiralen erin. Super mooi. Dus deze vrouw die was wel duidelijk ouder. Ja, weet niet of het een vrouw was, misschien wel een man alleen. Ja, dat kan ook. Dat weet je. Heb je een boiler? Wauw. Zo. Wat een parel. Alle kleding hier achtergelaten. In de tweede slaapkamer? Ja, kleding hangt daar gewoon. Jemig. Met haar, beurs, handtas. Inderdaad. Beddenlakens. Andere slaapkamer dus. Oké, mensen, gaan we weer naar beneden. Hier heb je allemaal oude... Kijk, de kast staat nog vol met glazen. Allemaal brieven. Ja, het is ook heel mooi dat het dak gewoon heel mooi afbladert. Het plafond inderdaad. Alle verf gaat er vanaf. Met echt een super dikke tv. Oh, waar is mijn... Oh, hier. Oeh. Dit is de voorkant. Super grote voorkant. Ja, dit moet sloop worden, hè? Ik denk ook dat dit... Ja. Denken zelfs dat hier mensen zitten. Mensen moeten hier nu weg. Zet een hond.